Vandaag van Rotterdam naar Gent. Proberen te komen met de EV-auto, de Nissan Leaf. En nou, eens kijken hoe het gaat. Het is lekker warm weer. Het is goed voor de batterij. Mooi gekleurde lettering. Laden zo op kaart terecht bij de SS Rotterdam. De afstand koppelen deze. En weg zijn we. Zo, even snel laden in Breda. Kunnen we ondertussen even een kopje koffie drinken? Dit mag eigenlijk helemaal niet natuurlijk, filmen op de autoweg. Helemaal niet op de ring van Antwerpen. Achterin zie je de Sportpaleis. Maar de reis gaat voorspoedig. Het is werkelijk prachtig weer. Ik ga echt de zon tegemoet. Ik kan ook wel doorrijden naar Zuid-Frankrijk. Hier in Artselaar bij de Nissan dealer. Ook weer mogelijk om te laden. Auto's met knalpot gewoon. Electric driving has less to do with a different way of driving and more to do with a different way of thinking. We all would like to be healthy and breathe clean air, but we've grown accustomed to exhaust fumes. Kids call it old school. What would Formula One sound like without? Maar dat wil nog niet zeggen dat je geen files hebt. Tunnel. Volgens de stad Antwerpen. Nou, eens kijken. Ja. Wow. Laat leven. You don't have to be an environmentalist to appreciate inhaling clean air. Isn't it a bit foolish to inhale exhaust fumes? Isn't it what we're doing on a daily basis? Ben thuis, ben Rotterdam naar Gent geweest. 340 kilometer. En zonder problemen.